en welkom in CCL De Vaart. Wat zal ik blij zijn deze woorden rechtstreeks tot jullie te richten. Want na maanden in stilte en achter gesloten deuren werken, hunkeren we ernaar deze opnieuw open te gooien om jullie te verwelkomen. Ondertussen is ons team ijverig in de weer. Verder volgen we de corona-updates op de voet en bereiden we een veilige heropstart voor. Een van de corona-ingrepen in ons centrum is de wand in onze inkomhal. Maar zo'n houten scheidingswand is niet erg aantrekkelijk. Vandaar het idee om die te verfraaien en er een echte welkomwand van te maken. Een wand die ons publiek, jullie dus, zodra wij weer mogen openen, op een warme manier zal verwelkomen. Jullie zal omarmen, jullie zal verwarmen en met een lach richting onze theaterzaal zal begeleiden. De wand is vrij omvangrijk en wij hebben jammer genoeg binnen ons team geen moderne Picasso's die deze wand van een prachtig kunstwerk kunnen voorzien. Daarom hebben we Koeri aangesproken, een street art kunstenaar uit Sint-Niklaas. Hij zal de wand optoveren tot een spel van kleur, tot een wand die figuurlijk tot leven komt en toont waar ons CC voor staat. Een warme plaats waar ieder van ons kan komen genieten en proeven van al dat moois dat je kan zien en horen op scène. Koeri heeft als opzet om de wereld rondom hem op te fleuren met de nodige portie humor. Voor zijn creaties bekijkt hij namelijk de wereld met ogen van een kind. Dit zullen jullie zeker aan bod zien komen in onze wand. We kunnen niet wachten om al het mooie te zien verschijnen op de wand. Geniet mee van de timelapse en zie hoe Koeri en ook ons team met het witte van de wand de schoonheid letterlijk binnenbrengt in onze inkomhal. Stijl is heel kleurrijk en je hebt allerlei vormen die door elkaar lopen. Het is iets waar dat je vrolijk van wordt als je er naar kijkt. Je ziet allemaal onnozele mannetjes die met elkaar interreageren en die ja, een beetje absurde taferelen vormen. Wel, het eerste wat ik doe is natuurlijk een schets maken. Daar heb ik heel veel tijd in gestoken, ook deze keer, omdat het, ja, ik maak dat dan op schaal van de muur. In dit geval 1/5 ongeveer, wat dan neerkwam op 1,60 meter, omdat het toch een serieuze muur is. En dan daar teken ik alles op en dan, daarna ga ik alles overzetten op een soort doorzichtig plastic papier, wat ik dan ga gebruiken met een overhead projector om alles te projecteren op de muur. En dan pak ik mijn acrylstiften en die lijnen die geprojecteerd worden, ga ik dan ineens op de muur verven met mijn stiften eigenlijk. En daarna, als al die lijnen erop staan, dan begin ik in te schilderen met gewone muurverf van hoge kwaliteit weliswaar. En dan, achteraf, als alles ingeschilderd is, ga ik nog eens over die lijnen om ze mooi strak en te leggen en alles mooi af te lijnen, zodat het er goed uitziet. Wel, mijn initiële insteek was dat ik het verhaal van Reinhard de Vos wou weergeven op toneel, dus op het podium. Omdat ik toch ook wel het gevoel had dat het podium de centrale plaats is in het cultureel centrum. En dat heb ik dan ook ja, als centrale plaats gegeven in mijn muur. En dan daar rond een paar figuurtjes die aan het kijken zijn, het publiek. En dan wou ik ook de warme welkom weergeven, dus een blij weerzien van mensen die dus toekomen in het cultureel centrum. Aangezien ook dat de muur aan de ingang staat,
zie je dus de mensen die binnenkomen, elkaar zien, er is muziek, er wordt muziek gespeeld, er wordt gedanst, mensen gaan elkaar omarmen, gaan klinken met elkaar, zijn blij. En dan heb ik ook nog de verschillende elementen die hier in het cultuurcentrum worden tentoongespreid. Als je goed gaat zoeken, ga je nog wel de vier vinden en het symbool voor omega. En het is denken, of dat is ook iets inderdaad. Zou ik eerst moeten kijken? Oké, slot. De 8. De I. De E en dan de 8. En dan de symbooltjes van Jan de Klaar. Ja. Ja, ik vond het een heel toffe ervaring. Ik heb me geamuseerd. En voor mij is het ook eens plezant om zo eens buiten te komen, uit mijn studio te zijn, onder de mensen te komen. En ik heb dan altijd zo'n beetje het gevoel dat ik echt collega's heb. Al is het maar voor een paar weken, dat is plezant en dat is een leuke afwisseling geweest. Bedankt.